Op de 11e van de 11e werd er letterlijk weer een hoogtepunt bij de jonge carnavalsvereniging De Pielhaan bereikt. Dit gebeurde door het onthullen van het logo en het hijsen van de nieuwe vlag. 3, 2, 1. Nou, voor de vereniging betekent dat natuurlijk dat het inderdaad een fantastische dag is. De 11e van de 11e. We hebben al heel lang toegewerkt naar dit moment. De vlag, daar zijn we eigenlijk al jaren mee bezig geweest. Maar we moesten eerst een fantastisch logo hebben. Vanuit het origineel hebben we het hoofd eruit gehaald. En uiteindelijk is dat een fantastisch logo geworden die we nu verder ook gaan gebruiken naar de toekomst toe. Voorzitter Patrick van Helden vertelde over de hoogtepunten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Daardoor is de Pielhaan uiteindelijk uitgeroeid tot een volwaardige vereniging die naast carnaval ook een grote sociale functie heeft in Landweert. We zijn een vereniging van de jeugd en de toekomst, zeg ik altijd. We werken heel veel met scholen samen, waar oude verenigingen de ouders meedoen en continu elk jaar weer opnieuw bij de vereniging komen. Op dit moment hebben we al meer dan 60 leden, dus we zijn nog steeds groeiende. De oprichters van de Pielhaan, Peter Franke, Marcel Aarts, Gerald Hubers en Johan de Jonge kijken vol trots en met veel plezier terug op deze periode. Ja, eigenlijk moeten we dan terug naar de basisschool, want onze dochters die zaten bij elkaar in de klas. En vanuit de Kruutwis gingen we wel eens barbecuen op de Kaardebol en dat was altijd heel gezellig. Op een gegeven moment zei onze Johan uit Rotterdam, hij zei van, ik zou eigenlijk wel eens een keer prins willen werken. Ik zeg, jongen, dat zie ik in het verkeerde adres, want in Venray moet je aan zoveel regels voldoen om prins te werken. En toen hebben we dat eigenlijk een beetje met elkaar afgesproken. We begon iets een wilde vereniging opzetten. En daar werd Johan, onze eerste Rotterdamse prins. Je kunt het zien, schoon in de hok en een goede vette haan hadden we. Dus ja, dat hebben we eigenlijk doorgezet. Nou, en op een gegeven moment een paar keer over gehad. En toen zaten we altijd over een soort Marcel bij mij thuis aan Toffel. Alex Jansbeek is wat er ook nog bij. En toen hebben we eigenlijk op den avond zitten fantaseren. Nou, het ene pilsje kwam met het andere pilsje. Maar op een gegeven moment had je al een logo, we hadden al een vlag, we hadden al bijna contact gelegd met het stekske. En toen hebben we eigenlijk in 4,5 week tijd een receptie uit de grond geboord. Waar toch ruim 100, 130 man waren. En dat was eigenlijk het eerste succesvolle jaar. Nou, het jaar daarna was eigenlijk nog mooier. Marcel en ik hadden de volgende prinsel op het netvlies. Terwijl Johan en Harold iets hadden, ja dat was leuk voor jou, maar ja, wat nou? Dus we kwamen bij elkaar en zei, wil je eigenlijk stoppen? Ik zei, stoppen? En Marcel zei, stoppen? Ik zei, we gaan zeker niet stoppen, want wij wisten al wie het waren de prinsen waren. Nou, dat was John Scherders. Hier een leuke anekdote. Wij naar John toe in de auto. Die twee jongens moesten naar bij komen van, hé, we gaan echt door. Toen liepen we belden netjes aan en Chantal die mukte de deur open en die zei van, ja maar John ligt in bad. Ik zeg, maar dat maakt niks uit, dus weer met vier kels naar boven. Dus hadden we daar een uniek moment, want ik weet zeker dat het een enige nakse prins is, ten ooit gevraagd is, terwijl hij echt nachts in bed lag. En dan moest ik van Marcel even zeggen van, wat zou je er drieven? Het was geen bad eentje wat je daar zou doen. Nee, het was geen bad eentje wat je daar zou doen. Nee, dus, en John moest er wel even over nadenken. Nou, wij naar beneden, een flesje bier gepakt. 20 minuten daarna kwam John in het badje als naar beneden. En die zei van, jongens, ik ga er verder, ik wil dat doen. Nou, dat jaar hadden we meer dan 400 man op de receptie. En zo is het eigenlijk heel mooi gegaan. En eigenlijk zien we nu in de achtste prins. En als je zit vermerken wat er allemaal is. Nee, je pakken, nee, je mutsen. Dat is echt geweldig. Het is heel mooi dat er in deze buurt, dus in deze week, een mooie vereniging is die de mensen bindt en de mensen ook met carnaval bindt. Vooral voor de kleine kinderen in Stekse, heel veilig, lekker, rustig carnaval vieren. Ik denk echt een succes. Ik ben heel blij dat tot dit geworden is. En voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van de Pielhaan namen er deze ochtend ook raadsleden afscheid en werden er nieuwe geïnstalleerd. En na al deze officiële gebeurtenissen kon het 11e van het 11e feestje helemaal losbarsten.